gaat hij af en toe willen opduiken om voor verwarring te zorgen. De voorzet komt. Dom die kan koppen. En die komt er hem naast. De eerste kans voor Beerschot. We spelen 3 minuten. En het applaus op de tribunes voor de kopslag van Dom. Dat is een man met karakter. En dat kunnen ze momenteel gebruiken. Ja, even het nummertje. Ja, daar was hij al. Van Holthauser en dan een meter naast gekopt. Van Holthauser niet gevonden. Mazis ziet de vrije man aan de rechterkant. De voorzet komt. En de kopbal is er. En de redding van Mike van Abel. En dan in tweede instantie bal in het zijnetje. Ja. Ook Mikael Tadzij kreeg hem er niet in. Het ging snel, even te snel voor die van Beerschot. Laat ons nog maar eens kijken. Heel veel ruimte. En dan nou, Bernier, die waren ze wat uit het oog verloren. Snedige jongens. Serin. Een groot aandachtspunt voor de Kielse ratten. Holthauser, is hij los? Holthauser! En over en naast. Rafa Holthauser. De duim omhoog. En dan wil hij een corner. Maar krijgt hij niet. Tussen komt Beerschot. Met de tegenprik. Met Rafa Holthauser. Kan hij knallen? En hij trapt hem ernaast. Ai, 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 ai. Rafa Holthauser. Met kans nummer 2. En opnieuw krijgt hij, net zoals daarnet, geen hoekschop. Zou hij zo graag willen. Lacht zijn tanden bloot. Kevin van Damme. Gedecideerd. Nou, de passes die staan op punt, hoor. Heerlijk in de rug van de defensie. En dan onverstoorbaar. Nou, Laimia. Die trapt ze wel. Ze hebben een nieuwe goaltune sinds begin dit seizoen. Die hebben ze nog geen enkele keer moeten laten horen. Met de rug naar het doel. Dat is ambetant. En dan Dom. Kraakte wat zijn schot. Shankland bewaarde het overzicht. Die bal klaarleggen voor Dom in de buurt van het halve maandje. Het was trap om te trappen, Radic. En ook hij krijgt de uitleg van Damme. Het is goed voor één keer. En ondertussen de goal! Ondertussen doelpunt Rafa Holthauser. Hij kreeg al 2 ongelofelijke kansen. En nu is het bingo. Een wapenfeit, een belangrijk wapenfeit. Halfweg de eerste helft, want voor het eerst dit seizoen kunnen ze 4 op het kiel. En zien ze een goal van hun ploeg, Beerschot dus, Rafa Holthauser. De doelman van Serin Dic. Dat zag er niet geweldig uit en dus voor de allereerste keer ook de goaltune. Ik heb mij laten vertellen dat het Planet Funk Chase the Sun is. Enfin, hier gaan we het zien. Nou, wij waren nog een beetje aan het kijken. Terugleggen en dan Dic. Dat is afschuwelijk. Dat wil je niet meemaken als doelman. Maar hij maakt het mee. En het slechte nieuws voor hem is dat deze wedstrijd nog heel lang duurt. Ah, de slimme Rafa Holthauser. Hij kan trappen. En hij trapt in een goede redding. Vakka met de knal. Dat toch nog wat opwinding. Op het einde van deze eerste helft. En Dic. Was op de afspraak. Aanleggen. En een stevige linker. Moet hij even tonen. Vakka. Holthauser, die gaat ook uithalen. Holthauser, koos de korte hoek. Beerschot beboet.
2000 euro moeten ze betalen. Goed, we kijken naar Van Houtsalzer. En de bal wordt niet verlengd. Het had voor de thuisploeg het ideale moment geweest, zo vroeg in de tweede helft. Het wordt wel de nieuwe hoekschop aan de overkant. Hier die vrije trap van Rafa Holzhauser. Maar dus de afzondering vooral bedoeld voor de jongens die recent papa zijn geworden. De nachtrust niet optimaal. Oh! Een schot van Caicedo, het was een schicht. Alsof de bliksem neerviel. Caicedo, even een klasseflits van hem. Iedereen, werkelijk iedereen van Seren achter de bal. We zwaaien met die handjes en we gaan kijken wat de vrije trap van Holzhauser oplevert. Oh, die gaat er bijna in. Die gaat er bijna in. Er was Dietsch die redding moest brengen. Caicedo. Beerschot steeds nadrukkelijker en nadrukkelijker en nadrukkelijker op zoek naar de 2-0. Als hij het hoofd koel kan houden. Nee, dat gebeurde niet. Cissé. En dan Dom. Zet zich door. Nee. Inleveren bij Holzhauser. Terug Dom. Voortrekken. Dat is net iets te ver. Houdt hem nog wel bij. Wakka. En dan in tweede instantie. Bourdais, die was voorin blijven hangen. Een nieuwe corner voor de thuisploeg. Shankland. Verschillende clubs, onder meer bij Marseille, ook bij Argentinië. Kende nauwelijks Beerschot, kende nauwelijks ook de Jupiler Pro League. En daar, in de rug, Rafa Holzhauser. Holzhauser nog, draaien, keren. Wakka, Wakka, nee, geen 2-0. En dan vraagt iedereen zich hier af hoe het mogelijk is dat die bal er niet in ging. Vrije schietpositie, Wakka. Een corner, dat wel. De passing, niet voor het eerst in deze partij, van prima makelij. Dan liep hij zich een beetje dood. Rafa Holzhauser in deze bal. Ja. Dan is Dietsch er nog aan geweest. Boulanger richting Rafa. Goed de man van zich afgehouden en de klare kijk. De corner genomen, maar zonder gevaar. Caicedo, driehoekje opzetten met Holzhauser. Terug Wakka. En dan moet de overlapper komen. Oh, verrassend. En wat een geluk dat Dietsch die bal kan bijhouden. Want Shankland die stond daar echt in de buurt om de bal binnen te tikken. Caicedo, slim van Nubisi. Nubisi. Nubisi nog. Nubisi moet inleveren bij Rafa Holzhauser. En dan is de kans verkeken, denk ik, voor Nubisi. Nee, hij scoort hem toch nog. Nubisi heeft helemaal niemand nodig en doet het gewoon in zijn eentje. Ontlading op het kiel. Kijk eens naar die beelden. Ontlading ook op de bank, want het is 2-0 voor Beerschot. Wat een invalbeurt. Nubisi, de man die ook al heel snel de band brak tegen Fran Borijn. 2 tegen 0, schrijf maar op. De 3 punten blijven op het kiel. De eerste thuisoverwinning is een feit. De eerste goals zijn een feit. Ja, en wat een zet van Torrente. Nubisi. Het leek voorbij. Het leek erop alsof hij zich vastliep. Dit was heel goed. Die verdediger helemaal tureluurs. En nog en nog en nog. En dan... geen oog voor Rafa Holzhauser, maar gewoon zelf hoog in. Als een volleerde Maradona van Serain. Ja, Diego zou vandaag 61 geworden zijn. En Nubisi voor zijn tweede. Nubisi met zijn tweede. Goal voor Beerschot en 3-0. Nubisi doet de boek hier helemaal dicht. Ja.
Antwerpen voor Nobisi nog steeds de stad van zijn dromen. Het hoeft niet altijd Zaragoza te zijn. Maar Nobisi, wat een invalbeurt. En dat is minder goed nieuws voor Shankman natuurlijk. Want zijn vervanger, die lost de boel helemaal in zijn eentje op Nobisi. Nou, de volksheld, publiekslieveling. De ratten zitten overal. Nou, wat een invalbeurt. Goh. Onmogelijk af te stoppen. Althans niet door Boulanger. Twee man bezighouden en dan laag in de korte hoek. Dietz verschalken in 3-0. Dat carnaval is toch dichtbij. Ja, ja, dit is Smet. Frisse benen bij hem. Van den Berg, die is met frisse benen geboren, denk ik. Smet, prima vrijgespeeld. En vlammen maar. Van den Berg. En dat er een vlam in die benen zit, dat weten we nu al een tijdje. Die wereldgoal tegen Racing Genk zijn we nog steeds niet vergeten. Ja, Van Hamel. En Radic. Oldsauser. De Smet. En wordt het nog een strafschop? Ja, ze hebben het helemaal zitten. De bloemencake, lijkt ze zeggen. De apotheose van het vuurwerk. Korte stapjes. En de redding. De redding van Dietz. En tuurlijk heeft Dietz opgelet. En wist hij dat Rafa Oldsauser bijzonder graag die rechter benedenhoek opzoekt.